Ja, mijn paper wil ik delen, ja, wil ik delen, ja, wil ik delen. Ja, mijn paper wil ik delen, ja, wil ik delen, ja, wil ik delen. Als je hier niet bent, heb je gemist. Ja, ja, Kees, stop ook aanwezig, je weet het. Opschatten, maar je eten. Maar bro, ik zie wat dat je adem, maar je leeft. Je komt pakken, maar je greep niet. Komt dan dat je mee niet. Wat verwachten jullie van vanavond? Wat voor je precies? Dat sowieso. Ja, luister 16 man. Ik denk eigenlijk meer een ervaring rijker. Veel goede muziek. Ja, veel vuur. Ja, frisse sounds wel. Dat is wat ik in ieder geval verwacht van deze avond. Zeker, zeker, ja, zeker, zeker. Ja, thanks dat je er bent, man. Wij wensen jullie allemaal alvast een fijne reis. Jongens, ik ben er man. Doe die deur open man. Als ik deze beat hoor, zeg maar, heb ik eigenlijk gelijk in mijn hoofd. Ja, mijn paper wil ik delen, ja, wil ik delen, ja, wil ik delen. 2, 1. Ja, mijn paper wil ik delen, ja, wil ik delen, ja, wil ik delen. Ja, mijn paper wil ik delen, ja, wil ik delen, ja, wil ik delen. Maar doet de ene microfoon het niet, pakken we gewoon een andere microfoon. En zo is het in het leven eigenlijk ook. Loopt de ene pad dood, pak je gewoon een andere pad. Zo simpel is het. Wat er ook gebeurt, you gotta keep it moving. Ik heb dingen aan mijn hoofd, ja, dingen aan mijn mind. Kijk naar me heen, want zo moet het niet zijn. Ja, zo moet het niet zijn. Het verandert met de tijd en veel dingen doe je pijn. Ja, zo moet het niet zijn. Right now, iedereen weet ik ben tijd now. Is vallen en opstaan is niet zomaar wat je krijgt. Geen woorden wat daar dan, dat is wat ik beloof. Genoeg verbeelden, dus ik weet wat ik geloof. Doelen van mogen op en laat het lukt. Ik maak me niet druk, mij maak je niet stuk. Out of the box betekent uit je comfortzone gaan. En uit je comfortzone gaan is dus je angsten opzij leggen en dus achter te laten in de box. En we hebben hier een box en Casey gaat rond met de box en schrijf je angst op de kant. Joe, wat heb je daar? Ik zie je schrijven, man. Nee, niks, man. Dit is gewoon voor mezelf. Hoezo voor jezelf? Dit is niks van mij, toch? Dit is iets van jou. Jij bent op de muziek. Bro, je hoort mij net het refrein zingen, vrij zijn. Weet je toch? Laat me even horen wat je daar hebt. Ik stel voor dat ik mezelf even voorstel. Dan stel je voor dat ik straks iets me voorstel. Even blad voor mijn mond en met hart op mijn tong. Ben direct als neuk zonder voorspel. Laat me vrij zijn. Zij zijn niet zoals wij zijn. Ben met Rick sinds we klein zijn. We staan daar niet aan de zijlijn. Ben voor als de R, voor de A, tot de N, tot de D, tot de Griekse I ben. En hoe vond je het vanavond? Ja, hard man. Ik had het niet verwacht dat het zo zou klinken. Ik had heel iets anders in mijn gedachten. Ja? En ik was positief verrast. Eigenlijk de letters van Staff Nation hier neergezet en aan de hand daarvan heb ik een gedichtje geschreven eigenlijk over de vibe van vandaag en hoe ik het heb ervaren, hoe jullie het hebben gedaan. Dus die is voor jullie. En hoe heb je eigenlijk vanavond ervaren echt gewoon als artiest? Ja, het was gewoon dope man. Voor mij is het gewoon, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het liefst doe ik dit gewoon elke dag, je weet toch? Dus support the movement, je weet toch? Mensen, ik heb het even overgenomen, het stokje even overgenomen, want we staan hier bij K6. Wat vond je vandaag het meest memorabele van vanavond? Jouw stukje in de show eigenlijk. Want toen hebben mensen echt gewoon gezien van, er zijn geen remmen bij ons. Stop thinking and vibe. En zo is hij ook gekomen, want hij was eigenlijk op de strijversamp gekomen als cameraman. Maar uiteindelijk heeft hij gewoon een nummer opgenomen. Mijn nummer zegt het al, of het nummer waar ik op sta, is vrij zijn. Wat Kiko zegt, we hebben het zo gebracht dat iedereen welkom was en alle creativiteit mocht erbij komen. Wat is voor jou het meest memorabele van deze avond? Het begin. Hoe donker werd in het filmpje starten. Toen dacht ik, ja, nu gaat het echt beginnen. Oké, dus je hebt een geslaagde avond gehad? Zeker, zeker. Ja man, zeker. Meer dan geslaagd. Het was top. Voor de mensen die het niet hebben gezien, dus die deze filmen kijken op YouTube. Jullie hebben het niet gezien, jullie hebben gemist. Ik heb genoten. Kiko heeft genoten. Sowieso. Dus ik zie jullie gauw. Stop!